En de glimlach is groot bij Joey Veerman. Ja, dat geldt eigenlijk voor denk ik alle 22 van op het veld. Het is bij de ploeg natuurlijk een uitstekende seizoenstart. Er zal niemand hier met bibberende knieën toe aan de wedstrijd beginnen. Onzeker. Het getoonde spel heeft vertrouwen gegeven voor zowel Heerenveen als VVV. Dus ook weinig reden om iets te wijzigen. Maar bij Heerenveen zijn er geen grote verrassingen. Er is Van Bergen er weer bij. Hier staat hij dus rechts voorin met Van Heijden links en Henk Veerman in de spits. En bij VVV was er ook geen enkele reden om iets te wijzigen. Was er normaal gesproken ook niks te wijzigen. Maar Schmitz is geblesseerd naar een oudspeler van Heerenveen met Chris Koem. Schmitz is ziek, er daarom niet bij. Is negatief getest voor corona overigens, dus dat is het niet. Maar hij is gewoon ziek. En dat betekent dat Dekker in de basis staat. Joshua John op de vleugels samen met Hupperts. En de man die we allemaal kennen sinds Emmen uit. Met 3 doelpunten had hij de geweldige entree in de Eredivisie. Giacomakis. Hij voorin in de spits. Ja, Van der Heijden is daar gewoon feller. Windhorst wachtte wat te veel af. Daardoor hier Van Bergen. Veerman kiest posities een beetje op de strafschopstip. De bal wordt opgevangen door Congolo. Redding Kiersbaum, eerste serieuze poging van de wedstrijd. Het is maar Rodney Congolo. Kom. Is goed gedaan door John van Crooy. John nog steeds naast zich. Een paar ploeggenoten voor het doel. Daar is Giacomakis. Oh, die denkt waarom ook niet. En hij raakt de paal. Mulder meteen de handen in ze van jongens, dit is allemaal onder controle. Maar dat komt toch nog aardig dicht bij de voorsprong voor VVV. Geweldig omhaal. En ik denk dat Mulder ja, toch wel enigszins opgelucht is dat het allemaal zo afloopt. John. Ook niemand reageert echt. Dan Post toch maar. Van Crooy. Met Bogniewicz. Onbedoelde paas van Pol op Hupperts. Die bal komt aan bij John. En ook wat mensen van VVV voor het doel. John. Doranus blijft naar de bal kijken. Raakt dan wel geblesseerd. Tenminste, voelt wat aan zijn been. Streep van Post volgt. Lekker gedrukt hoor, door Post. Maar gaat wel een paar meter naast. Baptiste Maier. Jelmi besluit toch maar geen overtreding te maken. Dus is hier Baptiste Maier. Oh, lekker balletje zeg. Net een fractie te scherp voor Henk Veerman. Baptiste Maier. Oh, het is echt krult. Een fractie te weinig voor Veerman. Van Crooy. Lindhorst, Van Crooy. Schot, makkelijk voor Mulder. Kom. In een omschakeling dan Heerenveen. Congolo, Van Bergen. Actie, hij begint op eigen helft. Ja, ik snap wel dat Van Bergen ook denkt. Dat is misschien niet heel zinvol. Hij moet een keer in zo'n positie worden gebracht door Heerenveen. 1-1 met Dekker, wat dichter bij het doel. Veerman. Hupperts verdedigt. Veerman naar Veerman. Die wil klaarleggen. En is dat een overtreding? Ja! En dan is het een strafschop. Toch het duo Veerman en Veerman zou ik zeggen dat het creëert. In een wedstrijd waarbij Heerenveen vrijwel niets creëert. Omdat VVV het gewoon goed heeft staan. Post is te laat. Post met de overtreding op Baptiste Maier. Kiersbaum in het doel. Veerman achter de bal. Om Heerenveen op het niet geheel verdiende 1-0 voorsprong te schieten. En dat doet hij. Het is een moeizame wedstrijd voor de ploeg van Johnny Jansen. En dat leidt tot een grote vreugde op de tribune.
Lekkere bal van Joey Veerman. Daar is Van der Heijden. En die krijgt hem er niet in. Ja, als je je afvraagt. Waarom offeren ze eigenlijk iemand op om alleen maar voor de voeten te lopen bij die Joey Veerman? Nou, hier gebeurt dat dus een keer niet. Jevic onderschept, Congolo. Van Berg. Veerman kaatst net wat te hard voor Van Bergen. Oeh, kiesbal. Maar het is allemaal naast het doel. Het is bij keepers dit seizoen in de Eredivisie wel eens minder goed afgelopen. Congolo vrij, dat is gezien. En dan is Floranus weer vrij. Ja, het had denk ik naar rechts gemoeten. Dit is Van der Heijden. Lindhorst. Je mag gespeeld. Even de Lindhorst. Komakis en Huppert melden zich in het strafschopgebied. Jansen daar ook. Daar is de kopbal. En dan weer opgevangen. Door Joshua John. Schot. En Mulder nog net met het handje. VVV begint aardig aan de tweede helft. Krult hem. En Mulder nog net voldoende om er een corner van te maken. Min of meer hetzelfde speelbeeld als voorrust. De wedstrijd is gewoon redelijk in evenwicht. Soms heb je dat gevoel dat VVV wat sterker is. Maar dat leidt allemaal niet tot enorme kansen. En dat is een kaart. Omdat het blijkbaar wat te stevig is van Floranus. Batista Maier. Nu is Van Krooi die Veerman uit de wedstrijd moet zien te houden. Een overtreding van hem. En dat is ook geel. De koning heeft het gezegd. Hey, op wat Jonek. Eerst de helft vergeten, Kevin. Hey! Gas. Pagonik. Oeh, die is hard. En het is zelfs een directe rode kaart. Voor overtreding op Veerman. Tikt hem hier te ver voor zich uit. En dan gaat hij daar doorheen. Raakt hij ook de bal, maar vol door. Op het been. Naar Hoppak. En dit is gewoon rood. Paasje van Batista Maier, Henk Veerman legt hem breed en daar komt Van Bergen net niet lekker uit om te kunnen schieten. Lindhorst, Jansen, weer slordig balverlies. De beste fase van Heerenveen levert verder niks op voor VVV. Maar ook Hayal levert die bal zomaar in. Van Bergen. Daar leggen misschien. Ja, voor Hayal. Hier is Veerman. Floranus buitenom. Floranus. Strak. Oh, niet echt lekker geraakt die bal. Van Bergen. Die gaat op links nu. Van der Heijden bij zich in de buurt. Dat van Bergen. Moeizaam nog voor Kiersbaan. Ook met die inkomende Henk Veerman daar.
Hij loopt zich makkelijk vast. Jansen ergert zich aan de zijlijn. Daar gaat Giacomakis weer. Mulder is op tijd, maar dat scheelt niet zo heel veel. En die bal is nog in. Die bal is in en Mulder is nog uit het doel. Giacomakis. Nee, net niet. Is dat een overtreding? Ja, dus een vrije trap. Rood? Oh! Bij Pagonik zag ik die wel aankomen. Het is weer Veerman die het slachtoffer is. Hij raakte me vol op de knie. Ja, het is wel steviger dan ik dacht wat Jansen daar doet. En zo krijgt VVV dus met twee rode kaarten te maken. Maar laten we dat ook niet vergeten. Beslist is het nog steeds niet. Nou, nu moet Arias ook nog een beetje op het middenveld gaan lopen. Van Bergen. Schotten wat te slap. Hajo. Schot is schitterend. En de redding van Kirschbaum is dat ook. Bal op weg naar de kruising. Maar Kirschbaum voorkomt de 2-0. Goeie redding. Een heel fraai schot. Balletje laten gaan. Dan moet er in de slotfase echt nog wel een doelpunt bij kunnen. VVV gelooft er natuurlijk steeds minder in. En met 9 man nog maar tegenover je is er echt wel iemand altijd vrij. Toch de poging weer zelf van Van Bergen. Actie is goed, het schot niet slecht. Je hebt het gevoel, blijf nou gewoon voetballen, blijf nou spelen. Want je hebt 2 man meer. Trap is zeker niet slecht. De kopbal is dat ook niet. Er is toch bijna nog de 1-1 van Giacomakis. Dat scheelt helemaal niet zoveel. Goeie vrije trap. De kopbal net over. En zo wint Heerenveen. Er is luid applaus. En dat is voor de overwinning, maar niet voor het spel. Want ook met de 11 tegen 9 was het vaak niet best wat Heerenveen liet zien. Maar ja, na deze voorbereiding die ze hebben gehad, zo dramatisch, is het met 9 punten uit 3 wedstrijden natuurlijk gewoon een geweldige seizoenstart.